Dag beste maloten, dag beste tunnelvisionairs. Welkom bij een nieuwe video hier op het kanaal van WIDMTV. Ben je nieuw hier of ben je nog niet geabonneerd? Doe dat even, daar help je mij en het kanaal ontzettend mee. Zo blijf jij ook altijd op de hoogte van het laatste molnieuws. Het is woensdag, tijd voor een nieuwe Niet de Mol. Voor mij nog steeds de beste manier om de mol te achterhalen. Iedere woensdag neem ik de aflevering nog een keertje met je door en kijk ik wie zich kandidaats gedraagt. De kandidaat met de minste niet de molpunten maakt de grootste kans om de mol te zijn. Tijd voor niet de molpunten aan de hand van aflevering 4. Laten we beginnen. We gaan niet de molpunten verdelen voor aflevering 4 getiteld Weglopen. Ik zeg het iedere video één keer nog maar. Deze manier van kijken is natuurlijk niet waterdicht en ik geef hier in mijn eentje punten aan kandidatenacties die ik denk te zien. Dit hoeft absoluut niet jouw kijk te zijn, maar laat dat de zoektocht naar de mol niet stoppen. Aflevering 4 bestond uit twee opdrachten en een eliminatiale twist. Eliminatiale twist? Een mooi scrabblewoord. Let's go! Opdracht 1. Padvinders, waarbij de kandidaten het bewegende doolhof betreden op zoek naar pakbonnen. De kandidaten die we nu nog in de gaten moeten houden zijn Daniel, Nabil, Jurre, Soy, Anke en Ranomi. Nabil gaat vroeg het doolhof in, pakt €450, maar laat ze achter bij het begin. Waarom? Hij had ze ook gewoon mee kunnen nemen. Sowieso was dit een rare tactiek bij deze opdracht van, nou ja, de hele groep. Nabil oppert deze tactiek ook aan het begin. Hoewel je minder grip op de zaken hebt als mol met deze tactiek door het geld achter te laten, is dit natuurlijk wel gek en verdacht. Geen molnietpuntje voor Nabil. Om het nog maar niet te hebben over de porto die uitstond, zou Nabil die tijd hebben gebruikt om pakbonnen te verduisteren. Er leek namelijk ook heel veel geknipt in de opdracht qua tijd die verstreken was. En tijd die er nog over was voordat er weer een gang openging of een deur openging. Ook Jurre heeft een goede vinger in de pap bij de besluitvorming en verdeelt de volgorde. Hij wijst Daniel als eerste aan, Nabil als tweede en zichzelf als derde. Ook verliest hij de €450 die Nabil voor hem had klaargelegd. Ook niet kandidaats, ook geen punt voor Jurre. Daniel dan, die gaat als eerste. Die lijkt snel wat knoppen in te drukken, kijkt ook eerst naar de pakbonnen voor hij ze pakt. Zou een mol dat doen? Ja, heel eerlijk, geen idee. Pakt dan wat geld, laat zich dan afgaan, niet echt kandidaat. En ja, we weten ook niet of dit door zijn eigen doen was of dat zijn medekandidaten hier een vinger in de pap hebben gehad. Maar ja, geen punt voor Daniel. Het leek ook of Anke zich heel makkelijk en snel af liet gaan. Waar is de strijdlust en de vechtlust bij deze kandidaten gebleven? Geen idee, geen punt voor Anke. Dan Ranomi, die brengt als enige geld op. €300 brengt ze binnen en hoewel dat een relatief laag bedrag is, is ze toch echt de enige die hier geld binnentrekt. Ja, sorry, mol niet puntje voor Ranomi. En als laatste Soy, hij heeft niet echt een molpositie bij deze opdracht. Ja, hij zit heel veel en heel vaak in de controlroom en heeft natuurlijk een prachtig overzicht. Maar deze kandidaten laten zich A, niet echt sturen en B, doen toch wel wat ze willen. Als mol wil je, denk ik, zo snel mogelijk het veld in om wat pakbonnen achterover te kunnen drukken. Ik gok dat de mol dus bij de eerste drie zit, of in ieder geval wil zitten. Soy die gaat als laatste het doolhof in. En als er nog pakbonnen zijn, wat ik betwijfel, heeft hij die in ieder geval niet kunnen vinden in zijn resterende tijd. Nabil ziet vanuit de controlroom dat hij geen geld heeft en niet kan vinden en hij weet, denk ik dat er misschien geen enkele pakbon meer te vinden is. En zodra Soy de tegenstander spot, leidt Nabil hem als een bezetene meteen naar de uitgang. Weliswaar samen met Ranomi. Geen risico's, geen geld, Soy het doolhof uit. Maar ja, Soy heeft ook geen geld hier. Dus ja, ook geen mol niet puntje. Hoewel ik die op mijn gevoel wel graag zou geven. Opdracht 2 dan. Eendzame hoogte. Ja, het is online heel veel gegaan over wat de mol wil. Wel snel naar boven en die envelop openmaken of überhaupt niet boven aankomen, want dan is er sowieso geen €3000 verdiend. Ik heb het er met meerdere mensen over gehad en ik denk dat we ervan uit moeten en mogen gaan dat de makers, zoals altijd, de opdracht het liefst in zijn volledigheid gespeeld willen hebben. Dat is nu eenmaal leuker en spannender op beeld.
een stuk spannender dan kandidaten die het niet halen tot boven zonder die twist van dat kistje met de envelop, met het vraagteken, nou ja, et cetera. We zien bij oude seizoenen dat de mol hier vaak een rol in speelt in het dus laten slagen van alle onderdelen van een opdracht, of in ieder geval het kunnen spelen van alle opdrachten. Dan mag je ervan uitgaan dat de mol graag die bad eend boven wil hebben voordat de tijd om is in ieder geval. Twee personen die daar heftig op aansturen zijn zowel Jurre als Nabil. Ook Jurre die envelop openratst, geen punten voor die twee hier. Daniel dan, die heeft geen directe invloed op deze opdracht, behalve dat hij zorgt dat het vliegtuig de lucht ingaat. Maar heel eerlijk, ik denk dat de productie daar sowieso wel lichtelijk op aan had gestuurd. En laten we eerlijk zijn, Daniel is nu eenmaal een slimme jongen die dit soort dingen gewoon heel snel doorheeft. Dat is gewoon zo. De piloot die vliegt zo laag als dat hij kan en mag vliegen. Daniel doet oprecht wel zijn best. Maar goed, ja, je kunt nog zo hard schreeuwen. Waarschijnlijk verstaan ze drie woorden van wat je zegt. Met een beetje geluk. Maar hij heeft dus verder geen invloed op het feit dat de bad eend wel of niet bovenkomt. En ook niet op het telefoongesprek. Dus ja, niet de molpunt voor Daniel. Ja, en dan Anke. Anke kan ik niet zo goed peilen, deze opdracht. Ik kan niet echt heel duidelijk zien of ze nou aan het duwen of aan het trekken is bij de bad eend. Het lijkt erop dat ze gewoon oprecht wel haar best doet. Maar heeft tussen al deze haantjes ook niet echt ruimte voor inbreng, deze opdracht. Lijkt me ook gewoon heel erg kandidaat hier. Wil af en toe kort stoppen om ook eventjes het vliegtuigje te bekijken. Wil ook gewoon meedoen in overlegmomenten. En lijkt ook gewoon hard te werken om die loodzware eend boven te krijgen. Ja, heel kandidaat deze opdracht. Niet de molpunt voor Anke. Dan blijven over deze opdracht Ranomi en Soy. Ranomi die geeft een paar keer aan te willen bellen naar het nummer op het vliegtuig. En geeft vervolgens ook nog eens de telefoon uit handen aan Soy om daadwerkelijk te gaan bellen. Het lijkt mij dat als je de mol bent en je hebt de telefoon van de groep in handen gekregen, dat je dan zelf gaat bellen om zo aan te kunnen sturen. Dat doet ze niet. Wat mij betreft absoluut kandidaat dan. Dus een niet de molpunt voor Ranomi hier. Soy roept, terwijl hij nog naar het vliegtuig gaat kijken, lees, maak open! Op het moment dat Jurre de envelop met het vraagteken uit het kistje heeft. Vervolgens lijkt hij niet bijster geïnteresseerd om goed te kunnen zien wat er met dat kistje gebeurt. En met die envelop. Dit zou natuurlijk een prima molactie kunnen zijn. Iedereen een duwtje geven en dan nog even wachten met het bellen van het nummer, wetende dat het kwaad al geschied is. Hoewel ik Soy deze hele aflevering toch echt als kandidaat zie en hij voelt gewoon mega kandidaats aan voor mij, is dit natuurlijk toch gewoon verdacht, dus geen punt voor Soy. En dan de bijzondere eliminatie met alle kistenkapers. Weer zo'n mooi scrabblewoord. We weten, ook mede door de oplettendheid van Siem en van meerdere maloten, dat er heftig geknipt is in wie, wanneer, nou precies welk kistje pakte. Ook lijken er heel veel overlegmomenten uitgeknipt te zijn en ook hebben maloten gelet op het gedrag van presentator Rick. Ik heb daar zelf ook nog eens even naar gekeken en dat geeft het volgende beeld. Daniel mag zijn scherm bekijken, Rick staat rustig en kijkt hem na. Ranomi ziet haar scherm, Rick blijft naar het scherm kijken en niet naar Ranomi. Nabil ziet zijn scherm, kijkt en kijkt dan nog een keer. Misschien een teken dat er bij hem meer op het scherm stond. Wellicht wel de slechtste twee die de test hadden gemaakt. Kan allemaal. Rick blijft ook daar naar het scherm kijken. Jurre ziet zijn scherm. Rick geeft een klein knikje. Knikje als in begrepen wie de afvaller is? Kan allemaal. Anke ziet haar scherm. Rick doet helemaal niks. Soy ziet het scherm. Rick geeft weer een heel klein knikje. En ook bij Aniek een heel subtiel knikje. Ik heb dit vier keer teruggekeken. En zoals ik net zei, Rick geeft vaker korte, subtiele knikjes. Daar kunnen we dus oprecht niks uithalen, want dat doet hij bij drie mensen. Wellicht dat het nog een keer kijken van Nabil iets kan zijn, maar dat hoeft ook absoluut niet. Komen we over een paar weken vanzelf wel achter of dat iets was of niet. Maar dan nu voor onze niet de molpunten bij deze, ja, noem het maar, opdracht. En ik ga weer zeggen, wat wil de productie voor de mol? De productie wil dat de mol kan mollen. Het programma heet tenslotte Wie is de Mol? Dat kan in dit geval enkel en alleen wanneer de mol in ieder geval weet wie er het slechtst de test heeft gemaakt. Misschien zelfs wel het slechtst en het één na slechtst.
Ja, hoe Anke dan de kistjes verdeelt is absoluut onmols. Even los van het feit dat de twee hoogste kistjes wellicht een gigantisch voordeel hebben in aflevering 5 en dat als persoonlijk speelgeld kunnen gebruiken. Dus ook heel gemakkelijk zouden kunnen wegspelen, lijkt mij. Maar los daarvan dus is Anke hier in ieder geval op dit moment absoluut geen mol. Mol niet, puntje voor Anke. Bij alle andere kandidaten kan ik niks zeggen wat ik compleet en ja, eerlijk kan toelichten. Ik denk overduidelijk te kunnen zien dat of Zoe of Daniel het rode scherm had aan hoe zij zich beide gedragen. Maar ja, dat blijft gokwerk. Dus voor alle andere kandidaten kan ik hier helaas geen mol niet punten geven. Omdat ik gewoon, ja, ik kan er gewoon te weinig uithalen. En daarmee kunnen we de balans weer op gaan maken na 4 afleveringen alweer. Samen met de punten van aflevering 1, 2 en 3 die blijven staan, vormt de mol niet nu het volgende beeld. Volgens onze punten zijn op dit moment Daniel met 6 en Zoe en Anke met beide 5 mol niet punten het minst waarschijnlijk de mol of het meest waarschijnlijk kandidaat dus. Nabil met als enige nog steeds maar 1 mol niet punt is op dit moment nog steeds het meest waarschijnlijk de mol. Heel erg benieuwd wat aflevering 5 met de koffertjes van Nabil en Zoe gaat brengen en of we er dan achter komen of dat een heel groot voordeel was voor de mol wellicht of een heel groot nadeel om zo'n koffertje te hebben. Laat me vooral ook weten wat jij denkt in de comments hier beneden. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie jullie vrijdag weer voor een laatste kijk op de aflevering. Stuur me even de beste hints die je hebt gezien of hebt ontdekt en de leukste memes even op via Instagram, @widmtv. Of plaats ze in een reactie hier onder deze video. Dan neem ik deze mee in de video van vrijdag. Vind je mijn video's goed, fijn, leuk? Abonneer dan even, druk de bel aan. En mocht jij nu nog kijken, verwerk dan het woord Rick Knik in je comment. Dan krijg jij een koekje van me. De Rick Knik. Ja, dank voor het kijken, Moloot. En tot de volgende keer.